Afgelopen week waren er dalingen op de termijnmarkten voor touwen en dat is voornamelijk te wijten aan het feit dat men zich afvraagt of de prijssprong van 180 naar ongeveer €215 per ton, die begin augustus gehaald werd, realistisch is. Op dit moment noteert de Matief weer ongeveer rond de €200 per ton. De basis voor het hoge prijsniveau blijft echter bestaan. Afgelopen week berichtte de FAO nog weer dat er een ongeveer 3 miljoen lagere opbrengst in Rusland wordt verwacht en ook in Europa een min 9 miljoen ton ten opzichte van vorig jaar. En ook de kwaliteit schijnt erg tegen te vallen. De situatie in de VS is echter anders. Op dit moment noteert de CBOT rond de $180 per ton. En dat komt voornamelijk doordat er minder vraag is naar touwen, onder andere door geruchten van Afrikaanse varkenspest in China, wat minder vraag zou opleveren. Ook is de markt afwachtend voor het wasterrapport.